De Tweede Kamer praat op dit moment over de regeerakkoord. En voor ons het belangrijkste onderdeel, de klimaat- en energieparagraaf. Rutte 3 lijkt enorm groen met hoge klimaatambities. Maar ze zijn het niet. Het belangrijkste onderdeel van een klimaatbeleid is namelijk het onder de grond stoppen van broeikasgassen. Dat is enorm duur en het is nog net de vraag of het ook echt gaat werken. Milieudefensie vindt dat je die miljarden beter kan investeren in het vergroenen van huishoudens. Gewone burgers kunnen hun huizen isoleren, zonnepanelen op de dak zetten, dubbel glas nemen. En zo pak je hele wijken in één keer aan en vergroen je deze. Wij zeggen niet uitstellen, maar aanpakken.